Goedemiddag allemaal, heel hartelijk welkom bij dit advieswebinar over online adviesvaardigheden. Uiteraard welkom aan alle adviesleden die ingeschakeld zijn. Ook van harte welkom aan iedereen die zich via Lindehagen, de opleider, heeft aangemeld, die ik graag op deze manier wil bedanken voor het mede mogelijk maken van dit webinar. Mijn naam is Marten Holleman, ik ben adviseur Public Affairs en Beleid bij Advis. En eerlijk gezegd waren wij een beetje binnen Advis overweldigd door het aantal aanmeldingen, zo'n 300 in totaal. Tegelijkertijd verbaasde ons dat ook niet helemaal, want ik weet niet of u het nog kunt herinneren. Afgelopen maart, nu bijna een jaar geleden, gingen we met z'n allen thuis werken, thuis aan de slag, thuis bellen met klanten. En de meeste van ons dachten volgens mij, nou dat is rond de zomer wel weer klaar. Gaan we met z'n allen naar kantoor, gaan we klanten weer thuis op kantoor ontmoeten. En we weten allemaal dat dat anders is gelopen, dat er nog heel veel klantgesprekken op sommige kantoren, zelfs alle klantgesprekken online plaatsvinden. En toch, ondanks dat dat al een tijdje aan de gang is het voor heel veel mensen nog toch wel een vorm van wennen. Sommige dingen zijn we inmiddels aan gewend, zoals bijvoorbeeld als je aan het praten gaat, dat het handig is om je microfoon even van mute te halen. Maar andere dingen blijven lastig. Een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld iemand die je nog nooit hebt ontmoet, een klant bijvoorbeeld, om die een vertrouwd gevoel te geven of in hetzelfde klantgesprek je klant te toetsen. Van snapt de klant ook echt daadwerkelijk wat ik bedoel met mijn uitleg of met mijn vraag. En daarom kwam ook de vraag vanuit onze commissie Financiële Planning van Advis afgelopen najaar. Advis, kijk eens of je daar wat over kan organiseren. Nou, we hebben rondgezocht en daar hebben we iemand voor gevonden. Dat is Astrid Dijk van Lindehagen. En zij gaat ons vanmiddag alles vertellen over online klanten adviseren. Astrid gaat ons ook door het programma heen nemen, dus dat ga ik niet doen. Wel een aantal opmerkingen vooraf. Wij hebben van tevoren een uitvraag gedaan onder jullie die zich aan hebben gemeld. Daar hebben we een hele grote respons op gehad. En daar kwamen eigenlijk twee dingen uit tevoorschijn. De eerste is dat wij heel veel vragen hebben gehad over hoe je dingen praktisch op je computer kan regelen. Bepaalde tips hoe je met klanten om kan gaan als je online adviseert. Het is Astrid gelukt om zoveel mogelijk van die onderwerpen in de presentatie te stoppen. Dus als je vragen stelt, dat kan rechts in de rechterzijbalk via de chat. Die gaan we aan het eind behandelen. Onze vraag is wel, stel pas een vraag over een bepaald onderwerp op het moment dat onderwerp voorbij is gekomen. Dat houdt het voor ons wat makkelijker en waarschijnlijk komt het antwoord van Astrid vanzelf in de presentatie voorbij. Andere punten is wel de aangekondigd ook wat praktische tips te geven over het gebruik van online videotools. Nou, dat gaan we zeker doen. Alleen we kwamen met de uitvraag erachter dat in onze branche ongeveer alle videotools die er zijn, die worden gebruikt. Nou, dat is natuurlijk heel vooruitstrevend. Alleen dat beperkt ons wel wat in de tips, want we willen graag tips geven waar iedereen wat mee kan. Dus we hebben het beperkt tot de tools die het meest worden gebruikt en ook een aantal tips erbij die voor alle tools bruikbaar zijn. Even de tijdsduur nog van het webinar tot slot voordat ik het woord aan Astrid overgeef. Het verhaal van Astrid duurt tot 14:15. Dan om 14:15 doen we nog een korte vragenbeantwoording. Dus nogmaals, stel ze gerust via de chat. Dan halen wij de meest gestelde vragen eruit en dan nemen we die aan het einde nog door. Zodat we uiterlijk om 14:00 kunnen gaan afronden. Geef ik nu heel graag het woord aan Astrid Dijk van Lindehagen. Dankjewel Martin en namens mij ook van harte welkom bij dit webinar. Ik zal om te beginnen mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Astrid Dijk. Ik ben trainer soft skills, trainer en coach. En ik houd me vooral bezig met alles rondom communicatie. Ik ben zelf circa 20 jaar geleden begonnen in het banken- en verzekeringswezen. In eerste instantie als adviseur in de detachering. Ik heb 10 jaar gewerkt als kantoormanager en later als trainer bij ING. En in 2015 ben ik aan de slag gegaan als trainer op het gebied van soft skills. En dat doe ik nu steeds met heel veel plezier. Nou, eventjes over mijn affiniteit met dit onderwerp, met dit thema. Ik ben nu zo onderhand 4 à 5 jaar onderweg bezig met het geven van trainingen. Hoe kom je professioneel over op camera richting je klant? En uit mijn ervaring van de afgelopen jaren kan ik vertellen dat er heel wat veranderd is de afgelopen jaren. Daar waar ik 4 jaar geleden best wel vaak weerstand tegenkwam, zowel bij klanten als bij de deelnemers zelf. Veel belemmeringen, merk je dat er toch wel echt heel wat veranderd is de afgelopen jaar. Het voeren van online gesprekken is echt in een sneltreinvaart terechtgekomen. En daar waar heel veel belemmeringen waren, merk je dat mensen het gewoon veel meer omarmd hebben op dit moment.
Uiteraad is er nog steeds wel de nodige kuitwatervrees. Ik heb ook uit de vele reacties van jullie, vele vragen van jullie wel gezien, dat er best nog wel wat moeilijkheden zijn op het gebied van techniek of hoe maak je een gesprek nou persoonlijk. Dat kan ik mij voorstellen. Maar als je bekijkt, communicatie is echt voor een heel groot gedeelte, bestaat uit non-verbale communicatie, dus lichaamstaal. En dat mis je aan de telefoon. We zijn allemaal gewend nu om thuis te werken, via de mail, via de telefoon. En dan is het toch mooi dat we nu een uitbreiding hebben van ons dienstenpakket. Dus ik noem het in feite Telefonie Plus. Dus eigenlijk een upgrade van je telefonie, waarbij je veel meer de mogelijkheid hebt om echt het verschil te maken met de klant, om echt toegevoegde waarde te leveren. En zeker voor gesprekken, bijvoorbeeld hypotheekgesprekken, of misschien wel een klacht met een klant, is het mooi dat je op deze manier echt toegevoegde waarde kunt leveren. Nou, ik zal jullie meenemen in het programma. Ik ga een presentatie voor jullie openen. En zal ik jullie meenemen in het programma. Wat we zoal gaan bespreken met elkaar. Ik wil eerst even stilstaan bij toch wel de vele voordelen die er bestaan voor het voeren van een online gesprek. Uiteraard zal ik ook nog eens even kijken naar alle belemmeringen die ik van jullie binnen heb gekregen. Vervolgens wil ik jullie meenemen in hoe doe je dat dan? Hoe kom je dan professioneel over? Hoe zorg je ervoor dat je zo dichtbij mogelijk bij een fysiek gesprek met je klant kan voeren? En een onderdeel daarvan is welke soft skills heb ik daar dan voor nodig? Uiteraard zal ik ook iets vertellen over de do's en de don'ts. Wat moet je wel doen en wat moet je juist niet doen? Praktische tips, daar vertelde Martin net al iets over. Ik geef graag wat praktische tips over techniek. Nou is het wel zo dat ik uit jullie reacties heb gezien dat eigenlijk alle applicaties worden gebruikt in deze doelgroep. Dus van Microsoft Teams tot Zoom, tot Google Meet, tot Skype, tot schermdelen.nl, WebEx, 24 Sessions. Ik heb ze allemaal voorbij horen komen, of zien komen. En eigenlijk elke applicatie heeft wel zo weer zijn eigen functionaliteiten. Dus we kunnen niet alles, zoals Martin zei, delen, maar op hoofdlijnen kan dat natuurlijk wel. En aan het einde zal er nog ruimte zijn voor vragen. Om eens even te beginnen met de belemmeringen en de voordelen. Want voordelen, die zijn er nogal wat. Je ziet hem al staan en ik vertelde het net al, de bovenste, Telefonie Plus. Het is een uitbreiding van je telefoongesprek. Daar waar in een normaal telefoongesprek weinig non-verbale communicatie is, heb je nu veel meer de ruimte om toegevoegde waarde te geven in een gesprek. En dat past dus ook uitermate goed in je omnichannel strategie. En daarmee bedoel ik je dienstverlening, dus de wijze, de kanalen die je aanbiedt om met je klanten te communiceren. Je zou eigenlijk kunnen stellen voor elk wils is er nu wat, dus iedere klant kan kiezen hoe die met de ander in gesprek wil, in contact wil treden. Nou, een ander mooi voordeel is natuurlijk dat het ook reistijd en reiskosten bespaart. Daarmee ook gelijk een verlaging van de CO2-uitstoot. Is ook een mooie bijkomstigheid. Welke ik je specifiek even uit wil lichten, is de verbetering van customer experience. Ik heb afgelopen jaren gemerkt in de trainingen die ik heb gegeven, dat klanten online gesprekken eigenlijk heel goed beoordelen. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit dat het nog redelijk nieuw is. Maar over het algemeen worden online gesprekken, virtuele gesprekken, beter beoordeeld. Worden ze hoger beoordeeld op klanttevredenheid. Nou, dat is natuurlijk wel een heel mooi gegeven. En het kan altijd, hè? Dus ook zoals nu dat we weer in een lockdown zitten. Het kan allemaal gewoon doorgaan. We hebben geen beperkingen. Dan de belemmeringen natuurlijk even tussendoor, die ik ook wel al heb gehoord, is persoonlijk contact. Hoe doe je dat dan? En het is minder persoonlijk dan fysiek. Nou, uiteraard, het is niet hetzelfde. Een fysiek gesprek met een klant of juist bij een klant thuis of bij een klant op het bedrijf is niet hetzelfde. Ja, dus dat je kunt ook niet zien hoe het bedrijf eruit ziet, dat mis je inderdaad wel. Desalniettemin is er volop ruimte om toch het persoonlijk te maken. En ik weet ook van klanten die ik gesproken heb, die bijvoorbeeld alleen maar online contact hebben gehad met hun hypotheekadviseur, dat ze toch het persoonlijke contact net zo persoonlijk ervaren als dat ze met een ander gesprek in het verleden fysiek hebben gehad.
Dus daar wordt heel positief op gereageerd. Wat ik natuurlijk ook veelvuldig voorbij heb zien komen aan belemmeringen is de techniek. De techniek moet wel werken, zowel bij jouzelf, maar ook bij de klant. Nou, uiteraard ga ik daar wel tips voor geven. Wat dan het makkelijker maakt of juist weer niet. Nou, jullie zien mij nu heel even wegkijken omdat ik even spiek. Want ik ben even nieuwsgierig wat ik nog vergeten ben. Minder interactie zie ik nog staan. Die heb ik ook veelvuldig voorbij zien komen als belemmering. Dat is inderdaad wel een valkuil. Want het is nou eenmaal zo dat zodra we een scherm voor ons neus hebben, dan worden we daar automatisch snel ingezogen. En dan verdwijnt de interactie. Dus het is des te belangrijker dat je bewust bent van wat je aan het doen bent. En dat je de interactie opzoekt. En het is echt mogelijk om net zoveel interactie te hebben in een online gesprek als in een face-to-face gesprek. Op dit moment zien jullie dat de interactie met mij minder is. En dat komt omdat jullie nu naar een presentatie kijken met veel tekst in beeld. Ik zal straks switchen van scherm en ik wil jullie aanraden om dat ook te doen met je klant. En ik zal daar straks wat meer over gaan vertellen. Maar nu eerst de volgende stap. En dat is hoe kom ik professioneel over op camera? Dus hoe voer ik een virtueel gesprek op professionele wijze? In feite zijn daar 4 ingrediënten heel belangrijk voor. En de eerste waar ik wat meer over wil vertellen is de basis op orde. Ik ga stap voor stap deze 4 punten allemaal bij langs. Dus basis op orde, een goede voorbereiding van jou als adviseur, verbinding maken met je klant. En daarmee bedoelen we dus hoe maak je het persoonlijk, maar ook welke skills heb je nou nodig? Wat zijn nou de vaardigheden die nodig zijn om er een succes van te maken? Nou, ik ga beginnen met de eerste. En dat is basis op orde. Nou, het zal jullie niet verbazen dat het natuurlijk belangrijk is dat zaken zoals een internetverbinding aan dat moet werken. Een tip die ik daarvoor kan geven is als je onzeker bent over je verbinding, kies dan voor een kabel. Kabelinternet werkt over het algemeen altijd iets beter dan wifi. Dus dat is wel een belangrijke, dat dat op orde is. Dat kan je bij jezelf, heb je daar de regie over, bij je klant uiteraard niet. Een ander belangrijk punt is de juiste verlichting en dus de juiste omgeving. Wat ik heel veel zie, is dat mensen voor een raam gaan zitten bijvoorbeeld. En dat is het exact hetzelfde als dat je een foto maakt. Dan wordt je gezicht vrij donker of juist je achtergrond donker, waardoor je minder goed in beeld bent. En waardoor je dus ook minder overkomt. Hoe minder goed je in beeld bent, hoe moeilijker het is om contact te maken. En wat we juist willen, wat juist de toegevoegde waarde is van een online gesprek op camera met beeld, is non-verbale communicatie nogmaals. Dus hoe meer contact, hoe meer je gezicht goed in beeld is, hoe beter. Dus kijk goed naar de verlichting. Hangt die recht boven mij of schijnt die te veel van de zijkant? Hoe ziet het plaatje eruit? Kijk ook goed naar de hoogte van je laptop. Het mooiste plaatje geeft het als je je laptop iets hoger plaatst dan je gezicht. Eigenlijk zie je het net als dat je een selfie maakt. Dan kijk je jezelf vaak ook iets van boven. Dat is eigenlijk de beste positie. Verder qua afstand, om daar ook gelijk iets over te zeggen. Het mooiste plaatje geeft het als het vergelijkbaar is als een soort van pasfoto. Dus niet een enorme lege kant aan de bovenkant van je hoofd of aan de zijkant. Maar een beetje zoals een pasfoto ook genomen wordt. Dus midden voor het jezelf, midden voor het beeld met een klein beetje ruimte eromheen. En het liefst natuurlijk met een rustige achtergrond. Dus niet te veel drukke boeken, schilderijen. Als het rustig is, hoe rustiger, hoe minder het afleidt. Dubbele schermen, daar krijg ik ook veel vragen over, wil ik ook iets over zeggen. Dubbele schermen is zeker wel heel handig. Vooral als je ook bijvoorbeeld een offerte wilt uitleggen of je wilt een berekening maken voor een hypotheek. Dan heb je informatie nodig, heb je systemen nodig en is het handig als je dat op een rechte scherm kan zetten. En dat je dus het ene programma kan slepen naar het ander. Dat is zeker wel aan te bevelen. Waar je wel voor moet waken, is dat als je met dubbele schermen werkt, dat je naar de verkeerde camera kijkt. Ik zal het even uitbeelden. Ik zal het straks nog een keer doen. Oké, ik hoor dat ik niet in beeld krijg. Goeie tip dat ik niet in beeld. Ik ga dadelijk dit scherm sluiten en dan zal ik jullie laten zien hoe dat eruit ziet.
Maar alvast even een tip, dubbele schermen. Waak ervoor dat je zeg maar vanaf de verkeerde kant in beeld bent en niet recht in beeld kijkt. Dus daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Zorg er uiteraard voor zo min mogelijk afleiding, hoe moeilijk dat ook is zo nu en dan. Met kinderen die thuis werken, honden die uitgelaten moeten worden, pakketjes die bezorgd worden, deurbellen die gaan, is dat soms best wel lastig om een rustige plek te zoeken. Soms is het ook helemaal niet erg, kan het ook juist een icebreaker zijn voor je gesprek. Maar hoe rustiger, hoe beter. Nou, het laatste punt wat ik hierover wil zeggen is het juiste platform qua veiligheid. Welk platform dat voor jouw organisatie, voor jouw werk is, daar kan ik natuurlijk, dat is een keuze voor jezelf. Ik ben gewend vanuit de tijd dat ik veelvuldig training heb gegeven bij ABN AMRO en bij de Rabobank in ieder geval, dat daar veel gewerkt wordt met 24 sessions, omdat dat een veilig platform is. En dat dat met bijvoorbeeld een Zoom als minder goed beoordeeld is. Dus kijk daar eens naar, want je werkt toch met persoonlijke gegevens van een klant. Dus wat is de beste manier, wat is het beste platform om op een zo'n compliant mogelijke manier in contact te zijn met mijn klant? Dan het volgende punt is zorg voor een goede voorbereiding. Niet alleen de voorbereiding voor jezelf, maar ook voorbereiding voor de klant. Nou, wat bedoel ik dan met goede voorbereiding voor een klant? Realiseer je, want ik lees uit alle input die ik heb gekregen dat sommigen het best wel heel spannend vinden, dat begrijp ik. Maar realiseer je dat het voor een klant ook heel spannend is om een online gesprek met een adviseur te voeren. Dus stel je klant gerust, vertel hoe het in zijn werk gaat en het liefst oefen bijvoorbeeld van tevoren met inloggen. Dus op het moment dat je de klant aan de telefoon hebt om een afspraak te maken, zou je eventueel alvast even verbinding kunnen maken, zodat de koudwatervrees al weg is. Vertel ook duidelijk, stuur bijvoorbeeld een instructiemail van tevoren en vertel duidelijk hoe het inloggen werkt en wat de klant ervoor nodig heeft. Even een voorbeeld, mocht je gebruik maken van 24 Sessions als programma, als applicatie, dan is het wenselijk dat de klant inlogt met Google Chrome. Logt een klant in met Internet Explorer, dan werkt het inloggen niet. Dus dat zijn van die wetenswaardigheden, wees je daar bewust van. Van waar maak ik gebruik van en wat moet ik mijn klant vertellen? Normaal gesproken het enige wat je nodig hebt is een laptop of een iPad of een andere tablet met een camera die het doet en een internetverbinding. Dat is eigenlijk in feite alles wat je nodig hebt. Het kan ook op je telefoon, het kan zelfs via je smartwatch. Maar dan wordt het beeld, en zeker als jullie iets willen delen, als je informatie wilt delen, wordt het beeld natuurlijk wel heel erg klein. Dus dat ten aanzien van de voorbereiding. Vraag ook aan de klant of die al ervaring heeft met online gesprekken, of dat hij uitleg nodig heeft. En het liefst maak een persoonlijke uitnodiging met een instructie hoe de klant kan inloggen. Dan de voorbereiding voor de adviseur. Voor de adviseur is natuurlijk eigenlijk dezelfde voorbereiding als normaal gesproken, als je met een klant bijvoorbeeld in een spreekkamer of bij een klant op bezoek thuis bent. Het is belangrijk om dezelfde voorbereiding te hebben, dus zorg dat je als eerste ingelogd bent, dat je alle spullen paraat hebt, maar ook dat je onnodige schermen sluit. Dus dat je niet verrast wordt tijdens je gesprek met bijvoorbeeld e-mailtjes, chatberichtjes, andere vensters die zomaar oppoppen. Zorg ervoor dat je alles afsluit wat je niet nodig hebt en dat je alles wat je wel nodig denkt te hebben, dat je dat klaarzet. Zodat je makkelijk kan switchen van het ene naar het ander en niet verrast wordt door informatie waarvan het bedoeld is dat de klant dat vooral niet in beeld krijgt. Ja, dat zeker met het oog op compliant. Dus dat is echt wel anders ten aanzien van een normaal gesprek. Wees extra alert op je voorbereiding en het afsluiten en klaarzetten van documenten. Dat geldt ook voor een agenda. Zorg dat je weet wat je wilt gaan vertellen, wat de bedoeling is precies. En dat je een doel voor ogen hebt. En dat je die agenda kun je dus ook gewoon al klaarzetten voor de klant. Dan een professionele uitstraling. Ja, wat is nou professioneel? Wat kan nu tegenwoordig wel en wat kan nu tegenwoordig niet? Daar hebben we natuurlijk ook al veel filmpjes over voorbij zien komen. Ook wat er allemaal mis kan gaan aan bloopers. Zorg er in ieder geval voor dat qua representatie, dus qua kleding, dat je zorgt voor effe kleding. Geen streepjes,
geen bloemetjes. Het liefst met zo weinig mogelijk print. Dus liefst effen kleding met wat contrast. Dus als je een wit overhemd aantrekt met een witte achtergrond, dan valt je gezicht vrij veel weg. Dus zorg ervoor dat je, dat je daar wat contrast in hebt. Maar als je streepjes of patronen hebt, dan wil het beeld nog wel eens gaan dansen en bewegen. Dus dat is niet aan te bevelen. Dus zorg voor zo rust mogelijk kleding. Dat geldt overigens ook voor de achtergrond, zoals ik dat net al zei. In feite zorg voor het best mogelijk plaatje. Dus dat hoort wat mij betreft ook bij een stukje voorbereiding. Log als eerste in, zet jezelf op groot scherm. Kijk naar jezelf op camera en kijk hoe zit ik erbij. En wat ziet mijn klant? En ziet het plaatje eruit? Hoe ziet het eruit qua verlichting, qua achtergrond, qua kleding? Zit er geen sla meer tussen je tanden, gekscherend? Dus bekijk, kijk naar jezelf en kijk of het professioneel eruit ziet. En test ook de techniek. Dan, wat natuurlijk een hele belangrijke is en waar veel vragen over gekomen zijn, is hoe maak je een gesprek nou persoonlijk? Hoe maak je zo'n online, zo'n virtueel gesprek nou persoonlijk? Hoe doe je dat nou, verbinding met je klant maken? Nou, ik heb hier een aantal belangrijke zaken opgeschreven. En die ga ik met jullie delen. Maar ik ga eerst even van scherm switchen. Want een van de zaken hoe je contact kunt maken met je klant is door jezelf op groot scherm te plaatsen. En ervoor te zorgen dat je echt contact maakt met de klant. Wat een grote valkuil is wat we allemaal doen, is kijken naar de klant. Ik zal een voorbeeld geven. Stel ik voer een klantgesprek met mijn klant, dan zie ik mijn klant rechtsonder. Dan zou ik nu mijn klant in de ogen kijken. Dan zien jullie wat er gebeurt met mijn gezicht. Nu kijk ik in de camera. En let op, de camera zit niet midden op je scherm. Want als ik midden op mijn scherm kijk, kijk ik zo als volgt. Maar je camera zit, als je naar je computer of je laptop kijkt, zit in het midden van je scherm rechtsboven. Het is dan ook de kunst om recht in de camera te kijken. Nou weet ik vanuit andere training die ik heb gegeven, dat ze zeggen, goh Astrid, maar dat is toch niet te doen, dat ik de hele tijd maar in die camera kijk. Nou, dat klopt. Dat is best wel een opgave. Wat ook een extra moeilijkheid is, is dat als jij zelf in de camera kijkt, dat je je klant dus niet ziet. Want je kijkt alleen maar naar dat stipje rechts midden in je scherm. En je ziet dus nu je klant niet. Het is eigenlijk best wel zonde dat je daardoor je non-verbale communicatie mist. Mijn tip daarvoor is om de juiste momenten te kiezen dat je echt contact maakt met een klant. Nou, wanneer doe je dat nou? Als we een gesprek, een financieel gesprek, zouden, een adviesgesprek, zouden opdelen in fasen, dan zou je kunnen stellen dat er eigenlijk 4 belangrijke fases zijn. Dan denk ik aan de aanvangsfase, waarin je kennis maakt, waarin je programma presenteert, je agenda afstemt, een stukje social talk hebt. Vervolgens de analysefase, waarin je zoveel mogelijk informatie verzamelt over de klant en over de klantvraag. Vervolgens heb je de aanbod- of antwoordfase, waarin je antwoord geeft op de vraag van de klant of een aanbod doet. En tenslotte heb je de afsluitfase, de afrondende fase. Nou, als je nou bedenkt, welke momenten zijn er nou het meest belangrijk om echt de klik met de klant te hebben, om het verschil te maken? Dan is dat in ieder geval in het begin, dus bij de aanvangsfase. Dus daarom wil ik jullie ook aanraden om zeker in de eerste fase van het gesprek nog even geen schermen te delen, maar tijd te nemen voor de klant en verbinding te maken. Laat je niet afleiden door je hele agenda, maar maak eerst tijd en ruimte om even kennis te maken met je klant. Om even mentaal in te checken, het stukje social talk. Hoe gaat het met de klant? Maar ook om eens te peilen van, goh, wat vindt de klant nou eigenlijk van het feit dat we op deze manier een gesprek voeren met elkaar? Hoe heeft hij het inloggen ervaren? Wat vindt hij er eigenlijk van dat we zo met elkaar in gesprek zijn? Dat is ook wel lekker, want dan zul je zien dat als de kou er een beetje uit is, dat dat echt direct voordeel heeft voor de inhoud en de kwaliteit van je gesprek. Dus dat bedoel ik met mentale check-in. En zorg er dan altijd voor dat je zelf groot op beeld bent. Houd er ook rekening mee dat als je jezelf groot op beeld ziet, dat het niet wil zeggen dat je klant jou ook groot op beeld ziet. Dus daarom is een hele belangrijke tip. Vraag tussendoor regelmatig aan je klant, wat ziet u? Wat ziet u in beeld?
Soms merk je het ook met schermdelen, dat een klant het bijvoorbeeld klein in beeld heeft en dat jij iets deelt en dat de klant het helemaal niet goed kan lezen. Dan moet hij zijn scherm dus schermvullend maken, dus kortom op een knop drukken om het scherm groter te maken. Dat zal ik jullie aan het einde van dit webinar laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik ga even terug naar mijn presentatie om jullie de andere tips mee te geven. Zoals ik zei, we hebben het gehad over een mentale check-in. En daarmee bedoel ik dus contact maak je met de klant, maar vooral ook vragen hoe zit hij erbij, wat vindt hij ervan dat we op deze manier een gesprek voeren met elkaar. En dat kun je ook aan het einde van je gesprek doen, dus ook een check-out. Hoe meer persoonlijk contact, hoe meer ook persoonlijk je vraagt aan een klant hoe het met hem gaat en daar de tijd en ruimte voor neemt, hoe sneller en makkelijker je een vertrouwensband krijgt met je klant. Het derde punt, complimentgebruik. Dat heeft te maken ook met het feit wat ik vertelde dat voor klanten het soms ook best wel heel spannend is om online met een adviseur een gesprek te voeren. Als het dan allemaal gelukt is, een klant heeft zich ervoor opengesteld, het is gelukt met de techniek, dan is het ook best leuk om eens met een compliment te beginnen. Van goh, wat fijn dat we op deze manier, dat alles door kan gaan, dat we op deze manier een gesprek voeren met elkaar. Het werkt vaak heel positief en dan zul je zien dat er gelijk een stuk ontspanning ontstaat in het gesprek. Ik realiseer me dat de tips die ik nu heb gegeven tot dusver met name gericht zijn op het voeren van een gesprek met een klant. Uiteraard weet ik dat jullie ook gesprekken voeren met een team of met collega's of met meerdere mensen. Een van de voordelen van het voeren van online adviesgesprekken is dat je ook met meerdere klanten tegelijk een gesprek kunt voeren. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld met een familie in gesprek bent en dat ze allemaal op een andere locatie zitten. Of dat bijvoorbeeld de boekhouder er nog eens bij aanhaakt. Dat kan allemaal, maar dan heb je wel met meerdere mensen te maken. Dat maakt het soms wel lastig met communiceren. Van hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we ervoor dat we niet door elkaar heen praten? Hoe zorg je dat je voldoende contact hebt met iedereen? Nou, ook dan geldt. Zorg voor een mentale check-in. Dus sla niemand over, maar loop iedereen even bij langs en maak duidelijke afspraken. Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat iedereen, dat er één iemand de regie neemt en dat er ander zijn geluid in ieder geval op mute zet. En bijvoorbeeld zijn hand opsteekt. Vaak is er een icoontje dat je op hand opsteken en dat als die wat wil zeggen dat hij dat als eerste doet. Of dat je begint met het noemen van een naam, zoals ook wel in het verleden gebeurde in een conference call. Zo zijn er allerlei tips, maar het is wel handig om van tevoren afspraken te maken over hoe gaan we dit gesprek op een goede manier, volgens een gestructureerde manier met elkaar voortzetten. Kijk in de camera nogmaals, misschien is dat wel mijn allerbelangrijkste tip van dit webinar, om regelmatig echt goed in de camera te kijken en contact te maken met je klant. Zorg voor een persoonlijke sfeer, vind ik ook een mooie. Die vraag krijg ik ook vaak van, goh, als het, kan ik dan gewoon een kop koffie erbij pakken? Nou, eten zou ik niet doen, maar een kop koffie drinken, ja, wat mij betreft, waarom niet? En verderop in deze webinar zal ik ook nog andere tips geven, maar één daarvan is, maak je gesprek niet te lang. En vraag tussendoor ook, dus stel ook vooral tussendoor vragen aan je klant van, goh, hoe gaat het? Heeft u even behoefte aan een pauze? Want als iemand de hele tijd op de wip zit, omdat hij misschien wel naar het toilet moet, dan zal je merken dat hij ook minder ontvankelijk is om te luisteren naar je verhaal, omdat hij eigenlijk is afgeleid en met andere dingen bezig is. Dus vaak is het voor een klant ook juist een oplichting. Een opluchting als je even tussendoor een vraag stelt van, goh, hoe gaat het? Is het een idee om even een kop koffie te pakken? Dat maakt het ook wel persoonlijk. En soms gebeurt er wel iets in een scherm, een kind die binnenkomt of een hond. Dan is het best leuk om daar even aandacht voor te hebben, zodat het juist wel weer persoonlijk wordt. Laatste tip wat betreft dit onderwerp is aandacht voor de klant in plaats van voor de techniek. Dat zie ik regelmatig gebeuren, dat beide partijen, dus zowel klant als adviseur, dat er veel aandacht uitgaat naar de techniek. En dat de klant soms wel eens vergeten wordt. Ook al lukt het niet met schermen delen, het allerbelangrijkste is om contact te maken met de klant en gebruik te maken van de toegevoegde waarde die we hebben met beeld. En dat wil zeggen gebruik te maken van die camera. Dus heb daar voldoende oog voor.
Dan het volgende punt, het vierde ingrediënt voor een professioneel gesprek. Zorg dat je gebruik maakt van de juiste soft skills. Nou, welke skills bedoelen we dan? Een hele belangrijke is natuurlijk lichaamstaal, dus non-verbale communicatie. Nou, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen? Wat in ieder geval een belangrijke is, is om gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt. Dus door af en toe te knikken, om te laten merken aan de andere kant dat je hem goed kan volgen. Dat is echt een voordeel van non-verbale communicatie wat je nu kan doen. Anderzijds heeft het ook wel wat gevaren, wat valkuilen. Als je van jezelf weet dat je heel druk beweegt op een stoel. Het is wel handiger om te zorgen dat het niet te veel afleidt. Dus niet te veel handgebaren in het scherm. Ik ben nu ook met mijn handen aan het gebaren. Te is sowieso nooit goed. Dus het liefst toch wel rustig op je stoel blijven zitten met minder handgebaren. Dus leg je handen rustig op tafel. Maar knik af en toe wel, zodat de klant door heeft dat je hem nog volgt. Dat je nog bij bent en dat je hem begrijpt. Maar verder niet te veel. Zoals ik zei, als je in de camera kijkt, zie je de klant niet. Maar juist op het moment dat je een scherm aan het delen bent, geef je als adviseur de gelegenheid om wel eventjes naar de klant te kijken. Want de klant kijkt dan immers naar jouw scherm wat je deelt. En dat geeft jou de ruimte en de mogelijkheid om eventjes naar de klant te kijken. Van, goh, hoe zit hij erbij? Wat straalt hij uit? Je kunt vaak ook wel zien of iemand het niet begrijpt of niet kan volgen of verbaasd is. Nou, probeer dat eens af te lezen van een gezicht. Helder en duidelijk online communiceren. Ook wel less is more. Dus houd het kort. En probeer niet te veel uit te wijken over zaken. Daarnaast, heel veel mensen zijn visueel ingesteld. 80% van onze bevolking is visueel ingesteld. Dat wil zeggen, mensen leren makkelijker met behulp van beeld. Dus maak daar gebruik van. Alles wat je toe kan voegen, zeker voor ingewikkelde materie, laat beelden zien, dat helpt. Voorkomen van miscommunicatie, ja, dat is natuurlijk heel typerend. Je ziet miscommunicatie nog eerder via schriftelijke communicatie. Want dan hebben we natuurlijk helemaal geen non-verbale communicatie om dat verder recht te zetten. Maar hoe je dat doet, is onder andere door LSD te gebruiken. Nou, misschien hebben jullie daar een bepaalde associatie bij. Wat ik er in ieder geval mee bedoel, is luisteren, samenvatten en doorvragen. Dus goed luisteren naar de klant. Regelmatig een samenvatting tussendoor. Dus als ik het goed begrijp, bedoelt u dit of is dit uw vraag? Maar ook regelmatig een vraag tussendoor stellen. Een vraag, een controlevraag bijvoorbeeld, om te kijken of de klant het nog kan volgen. Omdat het toch wat statischer is natuurlijk dan een face-to-face gesprek, is het belangrijk dat je ook wat speelt met je volume, interactie, tempo en articulatie. Afgekort ook wel VITA, de V voor volume, de I voor interactie, de T voor tempo en de A voor articulatie. De tip daarbij is om je tempo iets lager te doen dan je normale spreektempo en je articulatie en intonatie juist wat voor je gevoel misschien iets overdrevener, zodat een klant je beter kan volgen. Wat ook een hele belangrijke is, is regie houden. Dus vertel regelmatig wat jij gaat doen, wat de stappen zullen zijn, check het regelmatig. Maar jij als adviseur komt regelmatig met een vraag of een voorstel. Dus bijvoorbeeld, beste klant, wat ziet u nu in beeld? Door die vraag te stellen, want als de klant het dan helemaal niet ziet, dan zal hij zich makkelijker en vrijer voelen om daar antwoord op te geven. Nogmaals, zorg voor het best mogelijke plaatje. En wat ik net zei, neem de klant mee in wat je doet. Ik weet dat er best wat adviseurs zijn die het prettig vinden om aantekeningen te maken. Sommige mensen vinden het plezierig om online, digitaal aantekeningen te maken tijdens een gesprek. Maar sommigen vinden het ook gewoon lekker om gewoon een kladblok voor zich neer te leggen en een pen en aantekeningen te maken. Op het moment dat je aantekeningen maakt, kijk je automatisch naar beneden. Ik zal het even laten zien. En dan zie je dus dat je eigenlijk tegen de kruin van iemands hoofd aan te kijken. Dat is misschien een beetje gek, maar op het moment dat je klant meeneemt in wat je doet, door bijvoorbeeld te zeggen, beste klant, u ziet mij af en toe wegkijken, maar dat komt omdat ik dan even wat aantekeningen maak. Of u ziet mij af en toe opzij kijken. Dat komt omdat ik met twee schermen werk.
En zo nu en dan kijk ik even naar mijn rechterscherm. Mijn ervaring is dat op het moment dat je de klant meeneemt en vertelt wat je doet, dat het eigenlijk dan helemaal niet meer raar is. Het laatste punt hiervan, het advies, of ook wel gezegd, eigenlijk de klant staat centraal en niet de techniek. Dus heb het ook als dingen misgaan, besteed daar niet veel aandacht aan. Ga gewoon door. Zet jezelf op groot scherm en blijf vooral gewoon in gesprek gaan met de klant. Dan ben ik aangekomen bij de do's en de don'ts van virtueel communiceren. De camera die heb ik volgens mij inmiddels veelvuldig genoemd. Omgang met de camera. En daarmee bedoel ik dus echt zoveel als je kan naar dat stipje kijken, midden boven in je scherm. Het is in het begin best wel lastig en je zult zien dat je het vaak vergeet en dat je dan toch weer rechts onderin, want je bent geneigd om naar het gezicht van je klant te kijken in plaats van midden voor in je scherm. Dat is echt wel de allergrootste valkuil. Wat ik wel de eerste tijd heb gedaan, is een soort stickertje op mijn laptopscherm geplakt. Om mezelf maar te dwingen van, oh ja, ik moet naar het stickertje kijken. Dus dat is misschien een tip die bij een ander ook werkt. Vertel wat je doet, is een duw. Dus beste klant, u ziet mij af en toe wegkijken. Beste klant, ik ga mijn scherm nu met u delen. Mocht u het scherm te klein zien, geeft u een seintje. Alles eigenlijk maar wat je aan handelingen doet, neem de klant daarin mee. En nogmaals, zet alles open wat je nodig hebt. Want alles wat je al klaarzet, dan maakt het voor jezelf alleen maar makkelijker om te switchen van het ene scherm naar het ander. Als je bijvoorbeeld documenten wilt delen. Maar zorg er ook voor dat je al het onnodige uitzet. Dus zet je Outlook gewoon uit. Mocht je gebruik maken van WhatsApp op je laptop, zet dat dan ook uit. En alle chatprogramma's en alles, zet het uit. Zodat je niet verrast wordt. Maak voldoende slagbeurten. Probeer zoveel mogelijk ook alvast te oefenen met collega's of met bekende familie. Dus zorg ervoor dat je eerste gesprek met een klant, ja, dat het in ieder geval een klant is waar je een goed contact mee hebt. Maar het is echt, met deze techniek is het echt zo, hoe meer je oefent, hoe makkelijker het gaat. En hoe beter je er ook in wordt. Stel regelmatig controlevragen. Vraag aan de klant van, goh, hoe vindt u het gaan? Lukt het allemaal? Heeft u behoefte aan een pauze? En dus ook nogmaals die check-out. Vraag aan het einde aan de klant van, goh, beste klant, ik vond het ontzettend leuk dat u met mij dit gesprek online heeft willen doen. Maar ik ben ook benieuwd, hoe heeft u het nou ervaren? Daar kun je ook een hele hoop van leren. En stel dat de klant zegt, nou, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Dan zou je ook kunnen vragen van, goh, beste klant, wat zou u ervan vinden om het een volgende keer weer met mij op deze manier te doen? Dus dat ten aanzien van de do's. Nou, er zijn toch ook echt wel wat don'ts. En dat is de camera uit. Ik zie nog steeds heel vaak mensen die ervoor kiezen om hun camera niet te gebruiken. Nou, ik vind persoonlijk eeuwig zonde, want dat is juist een van de toegevoegde waarden van virtuele gesprekken, van beeldbellen. Het gebeurt ook wel dat de klant de camera niet aan wil doen. Nou, ik denk dat je dat moet respecteren. Het hoeft natuurlijk ook niet per se, maar het is natuurlijk wel leuk. Je kunt het vragen aan de klant en als je klant zegt, nou, dat vind ik niet leuk. Nou goed, dan het hoeft natuurlijk niet per se. Ongeduldig zijn bij digibeten. Ja, je zult altijd merken, de ene klant is er wat handiger in dan de ander. Probeer daar de rust en het geduld voor toch op te brengen. En wat ik al zei, oefen desnoods van tevoren een keer met inloggen. Niet compliant werken, ja, dat krijg je als je te veel dingen open hebt staan. Maar ook, daar kom ik zo dadelijk nog op terug, als je schermen deelt. En bijvoorbeeld als je een scherm deelt, dan heb je vaak een aantal mogelijkheden hoe je dat kunt doen. Je kunt je hele scherm delen of je bureaublad delen, maar je kunt ook een toepassing delen. Het risico als je je hele bureaublad deelt, is dat een klant ook documenten of informatie op jouw bureaublad ziet wat hij niet behoort te zien. Als je dat risico niet wilt nemen, dan kun je er beter voor kiezen om een venster te openen of een tabblad of een toepassing. En dan opent hij alleen de documenten die je van tevoren hebt klaargezet. Dus bijvoorbeeld die hypotheekofferte die je klaar hebt staan. Of het voorstel wat je klaar hebt staan. Dus dat is echt wel een verschil in de functionaliteiten qua schermdelen. Het is wel goed om daar je van bewust te zijn.
om ervoor te zorgen dat je niet op een niet-compliant manier aan het werk bent. Nou, dan een te lang gesprek. Tja, wat is te lang? Dat is natuurlijk wel per persoon verschillend. Maar om dat te weten zou ik dus regelmatig de vraag stellen van, goh, hoe gaat het? En als de klant zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel lang of het duurt wel lang, moet lang stilzitten. Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om het gesprek in tweeën te knippen en dus een vervolgafspraak te maken. Of een moment in te lassen voor pauze en een kop koffie. En mijn ervaring is dat dat vaak heel goed valt bij klanten. En de andere don't is aannames doen. Ik heb in de afgelopen 4 jaar dat ik in feite alle afdelingen van alle banken getraind heb. Van hypotheekadviseurs tot beleggingsadviseurs tot grootzakelijk tot, nou ja, noem het, alles getraind. Kreeg ik wel regelmatig te horen van adviseurs van, ja, maar mijn klant zit hier niet op te wachten. Ik heb te maken met agrarische klanten die hebben geen computer of die willen dit niet. Of ik heb te maken met klanten van 75 plus. Pas op voor aannames. Misschien zit er een kern van waarheid in, maar je zult ook regelmatig verrast worden. Want er zijn genoeg klanten die ook al vanuit privé voldoende ervaring hebben met het voeren van beeldgesprekken. Bijvoorbeeld contact onderhouden via Skype of FaceTime met kleinkinderen. Dus je zult merken dat mensen hier best wel al een beetje bedreven in zijn. Dus pas op voor aannames dat mensen iets niet zouden kunnen of iets niet zouden willen. Nog even tenslotte wat praktische tips ten aanzien van techniek. Zoals ik al zei, er zijn ontzettend veel applicaties. En elke applicatie heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik gezien heb van alle reacties die we hebben ontvangen, is dat denk ik wel de meest gebruikte applicaties in deze doelgroep zijn Microsoft Teams en Zoom. Dat zijn de twee die het meest zijn voorgekomen. En ik weet dat bij de diverse banken vooral 24 Sessions gebruikt wordt als veilige applicatie. En dat er ook gebruik wordt gemaakt van Microsoft Teams en van Cisco WebEx. Dus ja, maak daar een goede keuze voor jezelf in van wat het beste werkt. En qua functionaliteiten, eigenlijk hebben alle applicaties wel een soort van gemene deler. He, dus functionaliteiten als camera aan en camera uit en geluid aan en geluid uit. Die zijn overal hetzelfde, die pictogrammen. Wat je ook wel vaak ziet is de galerie of de participants. Dus dan kan je zien met wie je allemaal in gesprek bent en zorgen dat je alle gezichten in beeld krijgt. Dat is eigenlijk ook altijd wel hetzelfde. Wat goed is om naar op zoek te gaan in je scherm is hoe kan jij en je klant een scherm kleiner en groter maken. En vooral dat groter maken. Want wat wenselijk is, is dat ze jou zo groot mogelijk op beeld zien. En ook als je bijvoorbeeld een ingewikkelde pagina deelt, dat die zo groot mogelijk in beeld is. Als een klant er niet uitkomt, dan kun je altijd nog met Ctrl Plus, met Ctrl Zoom, een scherm groter maken. Maar in principe kan een klant zelf zijn scherm groter en kleiner maken op het moment dat jij iets aan het delen bent. Dus vraag regelmatig aan de klant, wat ziet u nu? Ziet u het in het groot? Ziet u het in het klein? En leg uit op welke knop die moet drukken om het groter te krijgen. Ik wil ook nog graag iets zeggen over het achtergrond van je scherm. En wat bijna alle applicaties tegenwoordig aanbieden zijn een soort van standaard achtergronden, voorbeeldachtergronden, filters. Dan kan je bijvoorbeeld een tropisch eiland achter jezelf toveren of juist New York of een ander mooi gebouw. Er zijn best wel veel mensen die kiezen daarvoor en dat begrijp ik ook. En zeker als je een achtergrond hebt waarvan je denkt, nou, heb ik liever niet dat die in beeld is voor een klant. Er is echter wel een nadeel. Als je gebruik maakt van zo'n filter, dan zul je zien dat er altijd een soort van beweging zit in het beeld. En als je dus ook bijvoorbeeld een handgebaar maakt, dan krijg je een soort lege vlek in beeld. Dus het ziet er juist, bij bewegingen ziet het er een beetje vreemd uit. Mijn persoonlijke mening is dat een achtergrondfilter niet nodig is als je zorgt voor een rustige achtergrond. En een rustige achtergrond kan ook een mooi schilderij zijn. En het kan ook juist een icebreaker zijn om met de klant eens in gesprek te gaan. Vaak stelt de klant er ook wel een vraag over of maakt een grapje en dan heb je ook gelijk een mooie icebreaker en persoonlijke sfeer in het gesprek. Dus ik zou zeggen, zo'n filter is niet per se nodig.
schiet mij net te binnen over geluid, dat ik daar ook nog niks gezegd, over gezegd heb. Ik heb ook vragen voorbij zien komen van, goh, is het nodig om oortjes te gebruiken of een hoofdtelefoon te gebruiken? Wat mij betreft niet. Zoals ik nu met jullie communiceer, maak ik ook geen gebruik van oortjes. Op het moment dat je merkt in je eigen omgeving dat je veel afleiding hebt van omgevingsgeluiden, dan is het voor jezelf wel prettig om dat te doen. Voor je klant is dat niet nodig. Dus je kunt het ook zonder hoofdtelefoon, zonder geluidjes of zonder oortjes kun je prima met elkaar communiceren. Dus dat eventjes ten aanzien van geluid. Schiet me te binnen dat ik ook nog vragen voorbij heb horen komen over van, goh, hoe zit het met de techniek wat betreft de camera. Sommige laptops hebben hele goede camera's en kun je prima mee uit de voeten. Maar soms is dat ook echt wel beduidend minder. Wat je zou kunnen doen is een losse camera aanschaffen. Die zijn ook niet eens altijd heel erg duur. Je kunt een losse camera aanschaffen als dat je voorkeur zou genieten. En die kunt je dan ook boven je laptopscherm hangen. Dan maak je het jezelf ook gelijk iets makkelijker wat betreft de stand. En hoef je dus je laptop ook niet helemaal op te hogen. Dus dat is wel een mogelijkheid. Als je een beetje een goede laptop hebt, zou daar in principe ook een gedegen camera in moeten zitten. En hoeft het dus niet per se nodig te zijn. Tenslotte heb je natuurlijk alleen maar invloed op je eigen materiaal en niet dat van je klant. Dus ja, ook qua verbinding, mocht het niet werken qua verbinding. Deels heb je dat zelf in de hand, maar deels ligt het natuurlijk ook aan de verbinding van je klant. En daar heb je dan weer minder invloed op. Dan heb ik, zoals ik al zei, het is voor nu niet mogelijk om een instructie voor alle applicaties in beeld te hebben. Dus ik laat kort nu even wat zien van Microsoft Teams, omdat dat degene is die het meest is genoemd binnen deze doelgroep. En ik zag ook de vraag van, goh, hoe doe je dat nou? Hoe plan je nou zo'n vergadering in met Teams? Hoe begin ik er überhaupt mee? Nou, heb ik even heel kort een aantal stappen gemaakt. Hoe doe je dat? Een vergadering plannen, iemand uitnodigen. Ik heb een voorbeeld hier genoemd. Als je gaat linksboven zie je vergaderen staan in het scherm. En dan klik je op vergadering plannen. En vervolgens krijg je een soort van invulscherm. Dan kan je de datum invullen en het tijdstip waarop je de afspraak hebt met de klant. Het mooie hiervan is dat je ook zelf een persoonlijke tekst kunt maken. Je kunt natuurlijk ook eens voor jezelf een soort template maken. Dus dat je een format hebt die je vaker gebruikt. Dat je alleen de naam van de klant hoeft te veranderen. Maar zo maak je dus alleen al je uitnodiging een stuk persoonlijker. En dan het enige wat je hoeft te doen is klikken op vergadering plannen. En dan krijgt de klant, die krijgt een mail in zijn mailbox. Die krijgt dus de mail te zien met die persoonlijke tekst die jij net getypt hebt. Die jij net verzonden hebt. En het enige wat de klant hoeft te doen is op de blauwe link te klikken met Join Meeting. Nou, zoals ik hem nu heb laten zien, zo werkt hij eigenlijk ook wel voor Zoom en ook al voor Google Meet. En in de meeste gevallen kun je dit ook rechtstreeks al vanuit Outlook kun je dit boeken. Dus het is zelfs al zo, je kan hem op deze manier doen, maar je kan ook naar Outlook gaan. En vaak krijg je dan ook de keuze van, goh, wil je vergaderen via Zoom of wil je vergaderen via Google Meet? En dan kan je direct op dezelfde wijze de datum en tijdstip invullen. En het e-mailadres van je klant invullen uiteraard, ook belangrijk. De klant krijgt dus de e-mail, die opent de e-mail en dan komt hij gelijk in contact met jou. Zorg ervoor dat je dan klaar zit, dat je je camera alvast aan hebt staan, dat je je voorbereid hebt, dat je, wat ik al eerder heb gezegd, dat het best mogelijke plaatje van jou in beeld is. En dan krijgt de klant dit te zien. Check even samen met de klant of die zijn geluid aan of uit heeft staan. Dus op mute of niet op mute, camera aan. En vervolgens zijn er een aantal knoppen die je in de praktijk veel zult gebruiken. Nou, daar heb ik een voorbeeld nu voor jullie in beeld gezet. En in ieder geval krijgen jullie na afloop van het webinar ook nog het nodige in de mail als instructie, als naslagwerk. Dus kunnen jullie daar rustig naar kijken. En eigenlijk de toepassingen die nu te zien is bij bijna elke applicatie hetzelfde. Maar ik zou vooral willen zeggen, oefening baart kunst. Dus ga gewoon eens met een collega of een bekende in gesprek om dit eens uit te proberen. En hoe vaker je het uitprobeert, hoe makkelijker het wordt.
Ik denk dat ik inmiddels een hele hoop vragen al beantwoord heb, maar wellicht zijn er nog vragen. Martin, heb jij nog het een en ander binnen zien komen? Ja, dankjewel Astrid. Er zijn zeker een paar vragen binnengekomen en die waren ook bijna allemaal hetzelfde. Dus die wil ik graag nog even met je doornemen voordat het 2 uur is. Ja. En de eerste vraag die kwam verreweg het meeste binnen. Je had tijdens je verhaal had je heel vaak je presentatie op groot scherm staan, soms jezelf klein onderin of zelfs even buiten beeld. Heb je dat bewust gedaan? Is dat ook een tip richting adviseurs dat als je tekst laat zien om jezelf zoveel mogelijk buiten beeld te houden? Of heb je daar een advies over voor de adviseurs? Ja, dat is een hele goede vraag. Jullie hebben waarschijnlijk ook gemerkt dat ik eventjes... ik zal even mijzelf ook weer in beeld zetten. Een moment. Even kijken. Goed. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Want een webinar zoals ik hem nu voor jullie geef is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als dat je een online gesprek voert met je klant. Waardoor dat nu soms, jullie hoorden mij op een gegeven moment ook even stil zijn, was het even zoeken. Maar om antwoord te geven op de vraag, in een normale situatie zou ik ervoor zorgen dat je klant je beeld, dus je document, je offerte, wat je dan ook maar wel laat zien op grootscherm ziet. En als het goed is, normaal gesproken als je dat doet, blijf jezelf rechtsonderin in beeld. Dus jezelf in het klein en je document in het groot. Dat is de meest ideale situatie. Oké, dankjewel. En de andere vragen die wij binnenkregen, die gingen eigenlijk met name hoe je zelf achter de camera zit. Nou, daar heb je natuurlijk al een aantal dingen over genoemd. Maar veel adviseurs geven aan, ik zit normaal gesproken op kantoor. Als ik met een klant praat, zie ik er vrij netjes uit. Heb ik een pak aan of ik heb een colbert aan. En thuis als ik gewoon aan het werk ben, doe ik dat niet. Maar hoe moet ik dat doen als ik met een klant in gesprek ben? Kun je dan best zeg maar je kantooroutfit aanhouden of mag dat meer casual? Ja. Goed. Nou, dat is ook wel een hele mooie vraag. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel een beetje lastig vind om te beantwoorden. Want daarin heb ik best wel een soort van, dat is, met de jaren is dat best wel veranderd. Als ik terugdenk aan hoe ik 4 jaar geleden begon, was het echt strak in het pak, tot en met stropdas. En tegenwoordig merk je toch wel dat er veel meer inmiddels al normaal is. Dus ik denk ook dat jullie goed moeten kijken naar wie is mijn klant en een beetje spiegelen aan je klant. Kijk, ik denk dat semi-professioneel dat altijd wel de basis moet zijn. Ja, dus om nou in een t-shirt met grote teksten, dat zou ik niet doen. Ik zou wel zorgen voor semi-casual dan. Ik denk dat je goed naar je klant moet kijken en spiegelen aan wat je klanten doen. Maar er is wel veel meer al toegestaan tegenwoordig, moet ik zeggen. Kijk, hartstikke goed. Nog een wat meer detailvraag. Ik weet niet of je het antwoord erop hebt, maar we gaan gewoon even kijken. Ik ben zelf in ieder geval geen brildrager en jij volgens mij ook niet. Een aantal van de kijkers wel. En die geven aan op het moment dat ik achter een webcam een camera zit en ik heb mijn bril op, dan gebeurt het vaak dat de bril een soort van glinstering of schittering geeft. Is dat te voorkomen of moeten die brildragers op zoek naar lenzen? Nou, ik ben heel erg blij met deze vraag, want ik ben hem vergeten. Want ik had hem eigenlijk er ook in willen doen. Dus blij dat hij alsnog gekomen is, want dit is wel echt een punt. Ik hoor hem ook heel vaak. Het gebeurt regelmatig dat er een blauwe waas op een bril verschijnt of dat er een donker, dat je donker wordt. Dus dit is echt wel een moeilijkheid. 2 tips daarvoor. Je kunt het verschil maken met je glazen. Dus ontspiegelde glazen is sowieso echt noodzakelijk. Maar ook met je lichtinval. Dus ga goed stoeien met de lamp die boven je hangt. Want dat maakt het verschil. En dat kan je zelf zien door echt voor te bereiden vol in die camera te gaan zitten. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen wenselijk is om opeens maar lenzen te gaan dragen of zonder bril. Maar er zijn echt oplossingen voor. En veelal maakt het dan een verschil als je bijvoorbeeld net een meter naar rechts of links gaat zitten, waardoor het lichtinval iets anders is en het dan opeens wel werkt. Dus daar moet je een beetje mee vogelen. Een beetje kijken van wat is de beste plek. Maar het is niet standaard zo dat iedereen die bril dragend is een blauwe waas heeft. Dat is niet nodig. Dus je kunt daar, als het goed is, een beetje mee stoeien om dat te voorkomen.
Helder. Nou, in ieder geval goed dat we ook hoop hebben voor de brildragers. En nog een andere vraag. Je had het er al over om verwachtingen te managen, duidelijk aan te geven in een gesprek wat je gaat doen. Een aantal adviseurs geven ook aan, normaal gesproken, als ik een gesprek met mijn klant voer, dan hou ik daarna wat tijd vrij op kantoor, dat het gesprek wat uit kan lopen. Tegelijkertijd zijn teamsessies of een andere videotool doet het vaak lang en heb je ook behoefte om het gesprek af te sluiten. Dus veel adviseurs zeggen van, nou, ik geef wel eens van tevoren aan dat ik het gesprek een uur gaat duren en dat we het daarna ook gaan eindigen. Raad jij dat ook aan of is dat niet persoonlijk genoeg? Ja, ook dat is een goede vraag. Ik denk dat het wel heel erg afhankelijk is van waar je in het gesprek je bevindt. Kijk, als je bijna aan het einde zit, zou ik zeggen, nou, maak het gewoon af. Maar anderzijds vind ik het juist heel erg professioneel om regelmatig tussendoor de vraag te stellen, hoe vind je het gaan? Maar ook om al bij de agenda aan te geven dat je een uur voor het gesprek gereserveerd hebt. Dus geef dat gewoon aan, want hè, ik weet hoe het gaat. Een van de voordelen van online gesprekken is dat het efficiënter is. Maar dat is ook gelijk een valkuil. Daar waar je misschien eerst 5 gesprekken op een dag inplande omdat je naar de klant toe ging, doe je misschien nu wel 7 gesprekken op een dag. Dan zit je soms best strak in je agenda. Dus geef het aan bij aanvang, bij je agenda, dat je een uur voor het gesprek gereserveerd hebt. Mocht het gesprek langer duren, dat je een vervolgafspraak maakt. En toets dus regelmatig bij de klant hoe hij zelf erin zit qua tijd. Oké, nou, dat denk ik dat de kijkers hier zeker wat mee kunnen. En dat gaan we zelf ook nu doen, die belofte nakomen. Ik had van tevoren gezegd, we gaan tot maximaal 2 uur door. Het is nu 2:02. Dus we gaan afronden. Astrid, ik wil jou heel erg danken voor je verhaal voor ons, voor de adviseurs. Hoop volgens mij een boeiend verhaal met ook een aantal praktische tips. Dus dank daarvoor. En dan, de vraag die wij ook heel vaak veel gesteld kregen, en dat zegt denk ik wat over je verhaal, is of wij de presentatie gaan delen of kijkers die gaan ontvangen. Nou, ik heb goed nieuws, dat gaan we doen. Jullie krijgen morgen allemaal een mailtje met erin 3 dingen. De eerste is een link naar een enquête. En mijn vraag is, vul die alsjeblieft even in. Het is zo gedaan en het helpt ons om onze webinars nog beter te maken. En je kunt daar ook thema's aangeven waarvan je graag een volgend webinar van Advis hebt. Dus maak gebruik van die mogelijkheid om input te geven. Tweede is dat daar een terugkijklink in zit. Dus wil je bepaalde delen nog even rustig terugkijken van dit webinar, dat kan. Dus maak daar gebruik van. Stuur het ook door naar je collega als je dat wilt. En tot slot zit dus de presentatie bij die mail. Dus dat gaat in orde komen. Ik wil je nogmaals heel erg allemaal danken voor het kijken. En graag tot een volgend webinar van Advis. Fijne werkdag nog.